Goedemorgen jongens, het is vandaag 8 juli 2016, we leven vandaag op vrijdag, we leven op 11 uur. Al onze filmpjes zijn bijzonder, je kijkt gewoon mee wat we doen, hoe het eruit ziet. Ons filmpje wordt ook niet aangeknipt, wat je ziet, wat we doen, zo ziet het eruit. Deze filmpje is toch anders dan de rest van het filmpje. Die filmpje is, we hebben hier een, als eerste hebben we hier een MP de... MP3 staan 500 van Pian Joe met de bekende Masterblock 500. De motor, laten we een service mut geven als je met meekijkt. Ik heb al de olie eruit laten druppelen. Laat het rustig gaan, laat me goed helemaal uitgedruppeld is. In de tussentijd loop ik andere belangrijke dingetjes naar. Ik voel dat de motor, dat de stuur een beetje, het lijkt wel of hij los zit. Wat we gaan doen, we gaan hem invetten, de 500. Maar wat leuk aan deze 500 is, hoe is die jongen Yuri hier bij mij terecht gekomen? Hij zegt Isa, hij zegt ik ga googlen, ik kom ergens op internet, kom ik filmpjes van jou tegen. En dan zie ik hoe jij met die motoren en die bromfietsen en die MP3's omgaat. Hij zegt, het is gewoon een liefde hoe jij ermee omgaat. Dus zodoende is die jongen bij ons terecht gekomen. Dus Yuri, we gaan hem, een superbeurt. Dus, je weet zelf hoe we ermee omgaan, met liefde. In de tussentijd is de motor bezig aan het druppelen de olie. Dan gaan wij tussendoor gaan wij vast die vetnippels gaan we doen. Kijk, als je met me meekijkt. Kijk, hier een nippel en de bovennippel. Dit is één nippel die gaan we invetten. En hierboven. Twee nippels. Kijk wat we gaan doen als eerst. We gaan hem ergens een plaats geven, die looplamp. Zo, hoppa. Dan gaan we hiermee. Blijf het kind mee, hè. Pak een vetpomp. Deze is een heilige vetpomp. Die heb ik al 20 jaar. Kijk. Als je met me kijkt. Zie je wat er gebeurt daar? Ja. Ik zie het, ja. Die is er snuit. Drijven hem erin. Speciale schroef met een nippeltje opgemaakt. Heb onze grote maat voor ons gemaakt, mijn beste vriend. Kijk, draai hem er weer in. Kijk, die is erin. Wat doen we? Ik sluit. Kijk, met je maat. Zie je wat er gebeurt? Ja, ik zie het, ja. Ik heb hem in de plaats van de schroef erin gedaan. Kijk, dan doen we hem. Oh. Jessin, ik heb een beetje hulp voor je nodig. Ik film niet hoor. Pomp. Is een beetje aan de kant. Of, ja. Zie je het gebeurd? Ja, ik zie het. We zijn al aan het nippelen. Aan het pompen. Voel je druk komen uit de pomp nu? Bij me. Komt vet uit, of niet? Oh, dus. Pomp is. Ik heb een... Pomp nou eens. Voel je nou druk? Nee. Lijkt of die pomp niet wil werken. Kijk, ik voel nou druk.
Heb je vast? Ja. Pompen. Iets zwaar. Pompen. Kijk. Wat je. Yes, yes. Kijk, wanneer weet je dat er genoeg vet in zit? En dat begint hier uit te komen. Als hier vet uitkomt, dan zit er genoeg vet in. Pompen. Waarom hou ik hem vast? Eentje pomp en eentje houdt vast. Anders schiet de slang er elke keer vanaf. Kijk, zie je dat? Zie je wat gebeurt hier nu? Dat is niet dichtbij. Zie je dat? Ja. Zie je het vet uitkomen? Zie je het vet eruit komen niet? Ja, een beetje. Zie je het of niet? Hou mij eens. Kijk, zo, ja. Kijk, deze is goed. Deze is echt veel. Oh. Ja. Wat wij nou? Pak even een stuk papier erbij. Zo, iets voor. Hier. Kijk. Dit doen we. Met het vette, kijk. Een beetje vet hier zo. Helemaal geen kwaad. Wat doe ik? Ik haal deze nippel er tussenuit. Hij heeft vier nippels. Hierboven heeft hij nippel. Boven, beneden, boven. Aan de andere kant ook. Dus vier stuks. We gaan ze allemaal nippelen. We gaan ze allemaal vetten. Zeer belangrijk bij de MP5, bij deze MP3's. Want ze willen wel eens beroerd sturen. Kijk, eruit. Drijven we de originele schroef weer in. Kijk, als je nou met hem meekijkt, zie je dat? Zie je dit? Ja. Helemaal ook aan de andere kant? Ja. Helemaal, hij is helemaal vol. Het mag een beetje uitkomen, geen probleem. Kan geen kwaad. Dus we gaan er vier doen. Nou gaan we de andere kant doen. Gewoon een broodje eten. Ben je klaar? Laat me leggen. Dat doe ik vast. Als jij die klant helpt, dan ga ik tussendoor even de luchtvet maken. Wat we gaan doen, ik heb hulp van ons hoofdmonteur nodig. Die moet met mij helpen. Omdat hij eentje moet pompen en eentje moet de nippel vasthouden. Anders schiet hij vanaf. Ondertussen tussendoor, wat wij gaan doen. Kijk, ruimen we dit even op. En gaan we even het luchtvet losmaken. Gaan we het luchtvet zich maar kijken. Wat daar gebeurd is. Kijk, we pakken een schroeftol. Maar kom maar kijken. Kijk hoe mooi. Ah, kijk. Ik word er blij van als ik naar kijk. Voor mijn gevoel is het, als ik hier naar kijk. Ja. Hier, dit is een Mercedes Cara du Gillet. Dit is de Mercedes. De 6,9 uit de jaren 70. Dit is de 124 serie. De E500. Dus een wolf van schaapskleding. En wie moet er natuurlijk bij? De Hannemar Genschel. Hier, gewoon vier dikke auto's. Als ik ze moet beschrijven in een motor. Kijk, nummer 1. Wat is nummer 1? Honda Afrika Twin. Bommachine. Ja, bommachine. Ja. Honda Afrika Twin. Nummer 2. Bommachine 2. Bommachine 2. De Afrika Twin CRF 1000. Nummer 3. Wat is de nummer 3? Ik weet echt niet, zo. Hè? Ik weet niet. De Honda CR500, Trekker. Ja. En 4? Wat is 4? De Honda VFR 800. Ja? Met de V-blok. Onverwoestbaar. Oester, kom hier. Gaan wij even. Maar mensen moeten onthouden. Bij het losdraaien van het luchtveld huis.
is het geen probleem met de boommachine. Maar terugdraaien moet je met de hand doen beter. Met de boommachine kan je het ook doen, maar dan moet je ervaring hebben. Anders draai je alles dol. Nee, met de kantje. Met het kantje zo. Ik heb een keertje wat toekomst met doen, maar dat was het. Nieuw kantje. Ja. Zo'n kantje kost er met dingen. Die schroef er zo diep in. Misschien ja, 8, 9 euro, maar dan gaat het los. Zoutje benzine eruit, moet je echt mooi even voor hem liggen rijden. Rijden. Maar kijk, wat maakt erbij bij je? Niks in de hand. Dat valt wel mee. Dat valt wel mee. Maar als je goed bij kan, dat valt wel mee. Moet je een keertje doen, ja? Dus goed. Ja? Nee, nee. Pak het haard als ik dat doe. Als je de klap het uitlag haalt, is het haard. Ja, dan gaat het haard in. Kijk. Nu gaat hij gewoon. Dit is de luchtfilter. Ja, gewoon kijk. Met die normaal moet hij 5 Kom even mee kijken. Aan de achterkant ziet hij er mooi uit. Er komt geen vuil bij. Vuil gaat van buiten. 5 Draait me om. Kijk, die is vies. Hij is vies. Kijk eens jongens. Is vies. Kijk. Wat wij gaan doen is, we gaan hem wel schoonmaken. Kijk, nee, dit is vies. Kijk, komt gewoon zand uit. Dit, als je het niet schoonmaakt, komt met die luchtfilter. Maar ik kan zien dat er geen vuiligheid door naar binnen is gegaan. Het ziet er keurig netjes uit. Eens kijken. De luchtfilter, we blazen hem even, geef hem een keer lucht. We blazen hem even door. Voor de rest ziet het er mooi uit. Volgens mij is die... Onze grote maat klaar. Laten we leggen. Straks maken we even dekkel schoon. Daar we even een nieuw filtertje in. Kom op jongens. Aan de kant weer. Nieuwe kanten, nieuwe rondes. Gaan we even die. Even nippelen. Ik doe eerst de onderste nippels. En dan weer naar boven toe. Links, rechts of rechts, links. En dan gaan we naar boven toe. Nee, maar hij wil de kant niet op weg. Hier, de kant kan gewoon een dikke en een half meter. Waar is ons nippel? Hier zo. Kijk, draaien we hem beter in aan de andere kant. Ja? Hier heb je een nieuwe situatie. Nog een keer pompjes in. Even kijken. Zetten we die nippel erop. Komt actie. Zie je wat er gebeurt? Kun je het allemaal ja, volgen? Ja, ik zie het. Ja. Goed zo. Ik hou veel. Ja? Maar je moet erachter luisteren gewoon. Je bent een goede mens, joh. Kijk, de gereedschap die wij hier gebruiken bij Twee Wielers Noord. Op een gegeven moment, na 15 of 20 jaar, is het versleten. Oh, maar kijk, dit is het vol. Kijk, dat is hier vol. Kijk, wat doen we met die gereedschap? Kijk, dit heb goed werk verricht. Het is al 20 jaar oud. Dat dit uit de tuintijd. Wat doen we dan? We respecteren ons gereedschap. Wat doen wij met ons gereedschap als we dit respecteren? Wordt schoongemaakt. Hun laatste rustdag van ons gereedschap. Wordt niet weggegooid. Nee. Ik krijg gewoon een speciale plaats. Bij mij thuis heb ik een kist waar ik al die gereedschap gewoon netjes neerleg. Of ik doe het in de vitrine. Uit respect, die gereedschap heb ik centen verdiend. Hebben ze werk goed gedaan. Ze hebben mij altijd
die gereedschap heeft me altijd gehoorzaamd. Hij heeft altijd het werk goed gedaan. Dus ik heb ook respect voor die gereedschap. Heb je pensioen? Zijn pensioen van de gereedschap is dat hij uiteindelijk niet meer hoeft te werken. Dat hij een vitrine legt dat de mensen ernaar kijken. Dit is de gereedschap die twee wielers Noord omhoog hebben gekregen. Zeer belangrijk. Daar hebben wij respect voor. Want wij hebben begrip voor gereedschappen en spullen, zeg maar. Dat is bij ons twee wielers Noord. Dus wat we gaan doen, ik haal die nippel eruit. Kijk, want er nou moeilijk uit. Dit is nou druk op, hè? Van de vet. Nee, hem weer erin. En trouwens, we gaan hier ook even een nieuw bandje op monteren. Dit zijn, als je met hem meekijkt, dit zijn winterbanden. Die gaan er onderuit. En dan maken we er gewoon een normale bandje onder. Even kijken. Trek met die andere kant even nog een keer ook naar. Dit is allemaal netjes uit, keurig uit. Het komt hier zo. Dan gaan we weer even verder. Hij is, ik heb hoofdmonteur nodig. Die is even aan het eten. Laat hem even eten. Jongens, ik ga jullie vaarwel wel zeggen. Ik heb iets in mijn ogen. Dus misschien hoor je van mij straks. Misschien maak ik er wel een deel 2 van. Ik denk het van niet. We gaan het in orde maken. We gaan het weer helemaal top maken. Ja? Dus ik vind het goed, joh. Is goed. Dat is wel voldoende. Is goed.